Ja, nee, dit herken ik absoluut. Dat je inderdaad gewoon echt, als je het over thema's zoals homoseksualiteit hebt, dat ze dus gewoon echt uitspreken van ja, maar homo's die zijn ziek, homo's moeten oprotten. Maar ook dat ze het belachelijk vinden dat er aandacht is voor genderdiversiteit. Dus ze zeggen, ja, je wordt gewoon geboren als man of als vrouw en alles wat ertussen zit, dat is gewoon onzin. Maar ook dat je dus voorlichtingen geeft. En ik probeer echt wel heel erg cultureel sensitief ook daar dus echt wel in te zijn. Maar dat ze dus gewoon halverwege de les gewoon weglopen en zeggen, ja, maar ik wil dit allemaal niet horen. Want dit is allemaal, dit slaat nergens op. Maar heb jij dit door de tijd heen zien veranderen en erger zien worden? Nee, eigenlijk niet. En want wij hebben het er nu over. Ja. En vooral sinds die Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate is het heel erg in het nieuws dat conservatieve denkbeelden worden overgedragen via sociale media. Maar ik vraag me af, is het wel zo nieuw? Nee, het is helemaal niet nieuw. Het is echt, het heeft altijd al bestaan. En het heeft ook al eigenlijk zeg maar een enorme polarisatie gekend. Dus ja, er zijn jongeren die heel erg conservatief zijn. Maar er zijn ook weer juist heel veel jongeren die juist heel veel labels loslaten. Die juist heel erg zijn van de diversiteit, van de inclusiviteit. Dus dat het is niet zo dat alle jongeren heel erg conservatief zijn. Alleen, er is op dit moment wel een hele grote groep waarbij er ook nog eens heel veel aandacht voor is in de sociale media. Ja, en Jens van Tricht, wat voor invloed kan dat hebben? Want daarmee steken ze elkaar denk ik weer aan. Via de sociale media. Ja, dan ben ik van me apropos, want volgens mij is het probleem niet in eerste instantie de sociale media. Nee, maar wat Vieren zegt, misschien was het altijd wel dat dit soort stromingen speelden, maar dat dit nu makkelijker zich verspreidt, dit soort denkbeelden via sociale media. Maar ik kan het fout zien, hoor. Ja. Ja, en ik sluit wel aan bij wat Nienke zegt. Wij geven al jaren ook workshops op scholen en op universiteiten in het jongerenwerk. En we zien dat daar al jarenlang de norm is dat mannen sterk en stoer en onafhankelijk en competitief en winnaar en seksueel actief, et cetera, moeten zijn. En dat de beelden over vrouwen en vrouwelijkheid er eigenlijk tegengesteld aan zijn. Moeten zijn van wie? Van de samenleving, van de peergroep, van populaire cultuur en media. En daar komt sociale media inderdaad doorheen. Maar voordat de sociale media er waren, waren het popsterren, sporthelden, filmsterren. Dus de normen voor mannelijkheid zijn eigenlijk al best heel erg lang constant. Mm-hmm. Wat we wel de laatste jaren zien, is dat er een backlash gaande is van jongens en mannen. Ook, dat geldt niet alleen maar voor jonge jongens. Die hun territorium opeisen. Nou, die voelen zich in de verdrukking zitten ten opzichte van feminisme, gelijkheid en dat soort dingen. En die kunnen het blijkbaar nog niet opbrengen om mee te bewegen en de uitdaging van emancipatie zelf ook aan te gaan.